Nou, je kan allemaal wel verzinnen dat een snackbar, ook al is het een klein hapje, een snackbar is bar en boos, dat snappen we natuurlijk wel. Maar waar het hier om gaat, is dat je het woord snackbar, snack, kan je ook omdraaien. Omdenken tot het woord snack. Breng het dus terug naar het woord snack. Je lichaam snakt eigenlijk ernaar, naar goed voedsel. Het heeft, als je de metafoor kent van Gaia, dus de aarde met een geweten, die ook graag een balans, natuurlijke balans laat bestaan en ook viert om zich heen. Zo is ook het lichaam eigenlijk van zins, tenminste zo zie ik het zelf, als iets wat heel graag goed blijft. En zo goed blijft dat het zo lang mogelijk in je leven mee kan werken aan jouw plannetjes. Want het ziet heel graag dat jij je plannetjes onbeperkt, dus in lichamelijke vrijheid, kan uitvoeren. Het snakt daarnaar. Elke keer dus dat je naar een snackbar ziet, mag je bij jezelf te raden gaan. Waar snakt mijn lichaam nou naar? Niet mijn geest die snel suikers nodig heeft of een emotie vreet of zo, een zak chips. Maar wat heeft het nodig om mijn plannetjes zo lang mogelijk tot uitvoering te kunnen brengen? That's it. Het snakt ernaar. Het wil graag meewerken. Dus als ik mijn lichaam bekijk als een soort meewerkend voorwerp en niet als een leidend voorwerp, dan ben ik ook eerder van zins om het gunstig te voeden. Nou, en daar zijn dus die Blue Zone regels voor. Hoe kan ik het positief voeden? Waar snakt het naar, zodat het zo lang mogelijk met mij mee kan bewegen? Dus snackbar is snacks en bar en boos. En snack is ik wil het graag. Met je meewerken. Sam, of hoe jij ook heet. Ik wil het graag. Ik snak ernaar.